Waar Ajax 1 zich voorbereidt op de topper tegen PSV, doet de A1 dat op de finale van de Next Gen Series. Zondag in Londen wacht internationale A1. Hoeveel zin heb je erin? Ja, enorm veel zin. En, je hebt natuurlijk net de training staan kijken en die jongens hebben er ook enorm veel plezier in en enorm veel zin in. Dus dat straalt er vanaf. Het is denk ik heel leuk voor het team, maar ook heel goed voor het team. En buiten alle andere processen waar ik het al over gehad heb, is dit natuurlijk wel een finale. En een finale spelen is natuurlijk ook weer een leermoment op zich. Dus wat dat betreft wordt die rugzak waar ik het al eerder over gehad heb, die wordt steeds voller. En als je finale speelt, dan moet je hem ook winnen. Dat is duidelijk. Middenvelder Fabian Sporksleden wil ook dolgraag winnen. En is sowieso blij met de komst van de Next Gen. Als ik het seizoen zou doornemen, dat de Next Gen wedstrijden toch allemaal wel wat speciaals hebben. En ik denk dat het gewoon ook heel erg goed is voor het team, voor de ontwikkeling van het team. Ja, want het was een beetje de bedoeling om er een soort van mini Champions League of baby Champions League van te maken. Voelt het ook echt zo? Ja, het voelt zo. Vooral sinds de kwartfinale hebben we echt dat gevoel gekregen. Ja. Ook omdat we natuurlijk tegen grote tegenstanders speelden. En dan voelt dat wel lekker als je die ook nog kan winnen. Want zoals algemeen bekend, het werd 3-0 in Barcelona voor de A1 en 6-0 maar liefst in Liverpool. Dat zorgt voor hoge verwachtingen tegen Inter en ondanks het zelfvertrouwen bij de spelers worden de Italianen niet onderschat. We geloven dat we die wedstrijd kunnen winnen. Daar gaan we ook gewoon 100% voor. Maar we gaan die wedstrijd niet in van we gaan dit even makkelijk winnen. En ik denk dat als we gewoon serieus die wedstrijd ingaan, dat we wel een goede kans maken. Ook bij Stefano Denswil leeft de finale. Hij is op zijn hoede voor Inter, maar wil wel vol op de aanval spelen. Tuurlijk, dat is Ajax. Ja, wij moeten het heel veel lef tonen. Vanaf begin af aan gewoon onder druk zetten. En laten zien dat wij gewoon de baas zijn eigenlijk over het hele spel. En over de 90 minuten zorgen dat we de wedstrijd zo snel mogelijk naar onze hand kunnen trekken. De A1 is er dus klaar voor. En dat de finale wordt uitgezonden in de arena en op veel media-aandacht kan rekenen, dat geeft geen extra druk. Nou, ik denk dat je het daarvoor doet. Ik denk dat je het liefst voor zoveel mogelijk mensen kan laten zien wat je in huis hebt. Als individu en als team. En ik denk dat voor ons, ik denk dat wij ook de spelers daarvoor hebben die daar juist een kick van krijgen. En ik hoop dat we dat zondag ook weer kunnen laten zien. Je ziet ook bij Ajax natuurlijk, omdat er in het begin ook wat problemen waren. Proberen wij gewoon Ajax hoog te houden. En natuurlijk proberen gewoon elke wedstrijd te winnen voor Ajax. En de Next Gen Series is daar ook een voorbeeld van. Dat wij proberen ook die namens Ajax gewoon te winnen. Te laten zien dat wij alsnog de beste jeugdelftal hebben van heel de wereld.